Hey jongens, mijn naam is Sarah, dit is de Kleine Groene Planeet en vandaag is het tijd voor een menstruatiecup. Ik vind het persoonlijk een beetje, het voelt raar om hierover te praten, omdat het toch iets intiems is. Maar als niemand anders op YouTube daarover had gepraat, was ik er zelf nooit achter gekomen dat dit bestaat en dat het echt een super optie is in vergelijking tot maandverband of tampons. Het allergrootste voordeel vind ik, buiten dat je heel veel afval bespaart, dat je dan veel langer een tampon moet je, afhankelijk van hoe ongesteld je bent, iedere paar uur zeg maar vervangen. Een menstruatiecup kun je tot 12 uur lang inhouden. Daarna haal je hem eruit, gooi je hem leeg in de, niet hier, dit is een rare plek, in de wc of in een wasbak. Dan spoel je hem om of je veegt hem uit met wc-papier. En dan kan hij er weer in. En omdat hij zeg maar een vacuüm maakt, kun je er ook gewoon rustig mee zwemmen of sporten of wat dan ook. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat er iets lekt. Het scheelt zoveel als je veel minder hoeft na te denken over het feit dat je ongesteld bent. En omdat het maar één object is, hoef je ook niet te denken aan of je al genoeg tampons of maandverband of wat dan ook meeneemt als je ergens naartoe gaat. Ik vind dit een van de grootste zero waste pro's eigenlijk. Het kost geen moeite, je investeert één keer in zo'n cup en daar kun je weet ik veel lang mee doen. En het scheelt buiten dat je zeg maar afval bespaart, wat super is, is het ook gewoon fijner, vind ik, dan andere feminine hygiene products. Dus ik zou zeggen, doe verder research op YouTube naar hoe het precies werkt. Wat andere mensen de pro's of eventuele cons vinden. Ik heb een organic cup gekozen omdat die gewoon in een kartonnen doosje wordt verstuurd. Dus zonder plastic. En nog een reden dat ik bij organic cup besteld heb, is bij heel veel andere merken heb je heel veel maatopties. In de breedte en de lengte en weet ik veel wat. En toen dacht ik, ja, weet ik veel. En de organic cup heb je eentje voor als je kinderen hebt gebaard. En als je geen kinderen hebt gebaard. En ik denk dat we allemaal vrij zeker weten of we wel of geen kinderen hebben gebaard. Dus dat maakt het beduidend overzichtelijker. Ik heb die van mij denk ik een jaar geleden besteld. En hij was er niet binnen de tijd die ervoor stond. Dus ik had een mailtje gestuurd. Toen hebben ze er nog twee op gestuurd. Die heb ik allebei weggegeven. Maar super vriendelijke mensen. Dit is geen gesponsorde video. Was het maar zo'n feest. Maar het is echt een lifesaver. En het is zoveel beter dan tampons of wat dan ook. Ik hoop dat jullie iets hebben aan deze video en dan hoop ik jullie in de volgende video te zien.